Volgens onderzoeker Maurice Magné van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen valt 85-90% van de jongeren met autisme uit op het werk. En dat terwijl ze veelal erg veel in hun mars hebben. Om erachter te komen waar exact ze het dagelijks leven tegenaan lopen, maar ook hoe ze die problemen kunnen oplossen, is er een toolkit ontwikkeld. Waar kijk ik nou naar hier? Dit is in grote lijnen de toolkit zelf. Hier heb je een boekje dat zeg maar jou begeleidt door alle stappen heen. Dit is Celine Doré. Ze heeft autisme en heeft meegewerkt om de toolkit te testen. Celine denkt op een andere manier en vindt het dan bijvoorbeeld extreem ingewikkeld en dus uitputtend om het avondeten te plannen. De toolkit hielp haar en haar begeleider om een goede aanpak te bedenken. Eigenlijk kwamen we erop neer van we willen een beslisboom hebben met recepten die voor mij op verschillende stadia mogelijk is. Dus kan ik wel of niet erover gebruiken, dan kan ik deze recepten wel of niet gebruiken. Onderzoeker Maurice Magné van de HAN stond aan de wieg van de nieuwe toolkit. Het vernieuwende denk ik aan deze toolkit is wel dat de jongeren zelf samen met de begeleiders in staat worden gesteld door middel van de werkvorm die erin zit. Niet alleen zelf de problemen te benoemen waar ze tegenaan loopt, maar ook zelf de oplossingen te ontwerpen en vervolgens ook te gaan uitproberen. Je wordt begeleid door een ontwerpproces heen om voor jezelf echt een hulpmiddel te creëren wat voor jou op dat moment van toepassing is.